Dat is een lastige vraag. Ik denk dat ze wel goed aan de weg timmeren zelf. Als je kijkt naar de ontwikkelingen binnen de gemeente, met name in Hoofddorp natuurlijk, want inwoner van Hoofddorp. En ik zie wat er allemaal gebeurd is de afgelopen jaren en ik denk, nou, dat is positief. Oei, ben ik een gewetensvraag? Nou, laat ik eerlijk zijn, ik heb wel de indruk dat ze hun ontzettend best doen. Wat ik ervan vind is weer wat anders, maar je hebt altijd met beperkende dingen te maken. Dus ik ben niet ontevreden. Nou, met name de ontwikkeling in de bedrijvensector, de bedrijventreinen. Het zijn prachtige treinen die op dit moment ontwikkeld zijn en worden. Ik kijk ook naar het winkelcentrum. Dat is heel adequaat, wordt er gehandeld. En wat nog meer, de Boomwijk op zich. Het bijhouden van het groen. Valt me op. Allemaal perfect. Ja, ik weet het ook niet. Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het een heel moeilijk punt. Wat goed is en niet goed in deze tijd. Dus. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Tot nu toe heb ik geen klachten en ik kom er voor de rest ook nooit mee in aanmerking, dus nee. Die politiek in alle manier, ja, de politiek alweer en het landelijke blad nu, dus vandaar eigenlijk dat je echt jammer genoeg met de vervalling van die kabinet. Maar in alle manier doen ze goed, tenminste, alle partijen die aanwezig zijn. Dus, en nou ja, hopen en een goede richting naar gaan. Nou, ik vind dat Hoofddorp wel erg goed voor zichzelf zorgt. En de omliggende dorpen nog wel eens achterblijven. Er gebeuren rare dingen soms. De meest recent is natuurlijk hier in die verder de koffieshop. Soms is het een beetje wonderlijk gehad. Maar ja, ik heb er niet genoeg kennis van om het echt goed te kunnen beoordelen. Dus ik kijk echt van de buitenkant af. Ja, als je ziet hier bij dat winkelcentrum aan de andere kant, die brug over de Hoofvaart. Nou, dat is zo zielig, triest, smal, raar. Dat is helemaal niet berekend op het verkeer. Als je de parkeergarage in wil, kan het zijn dat je moet wachten omdat de stoeplicht daar op rood staat. Ja, nou, niet over nagedacht, denk ik. En dan kijk je verderop en daar ligt op een hele smalle weg een enorme rotonde richting Lissen. Had hier ook leuk geweest, denk ik. Mee weg met de politiek en alles, maar helemaal niet. Nee? Ik weet ook niet wat ze doen en wat allemaal, maar nee. Gaat u wel stemmen? Nee, ik stem niet. Weet je dat ik me daar helemaal niet mee bemoei en dat het me ook helemaal niet interesseert? Nee, het heeft mijn interesse niet. Maar het is toch de directe leefomgeving? Ja, dat is het wel zo. Nou, ik vind, volgens mij doen ze het redelijk goed hoor, maar op die wegen en zo, dat is hier allemaal heel mooi. Plus dat ze die fiets paren, dat is zo mooi gedaan. Dat vind ik erg goed. Want u fietst veel? Ja, maar veel in de omgeving hier, weet je. Dus maar dat doen ze prima. Er wordt ook meestal, als er rommel op die paden komt, het asfalt komt omhoog, weet je wel. Dan wordt er ook regelmatig voor gezorgd dat het weer afgeschaafd wordt. Dat niet iedereen maar ping, 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 ping heen en weer gaat. Nee, dat doen ze wel goed. Daar heb ik me nog eens voorgenomen. Dat moet ik toch een keer laten merken aan die lui, weet je. Dat ze dat behoorlijk goed doen. Ja.